De Prostaatkankerstichting Suriname streeft ernaar de gemeenschap uitgebreid te informeren over de aandoening prostaatkanker. In dat kader organiseert de stichting morgen een voorlichtingsavond over de nieuwe ontwikkelingen binnen de prostaatkankerzorg. De lezing vindt plaats in de buitensociëteit Het Park. De inleider zal zijn uroloog Arnoud Alberts, die verbonden is aan het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Alberts is door de Prostaatkankerstichting bereid gevonden 2 informatiesessies te verzorgen. Volgens stichtingsvoorzitter Chas Warning, die zelf behandeld is aan deze vorm van kanker, is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over deze aandoening. Eigenlijk is er niet een maatlat, een meetlat te noemen om te zeggen als je dit ziet, dan heb je prostaatkanker. Wat er is, is dat mannen vanaf een bepaalde leeftijd, in dit geval tussen de 40 en de 50, afhankelijk van erfelijke, genetisch bepaalde zaken, dat ze hun PSA moeten laten meten. En dat kan bij de huisarts. Dat is een bloedonderzoek. En er is ook een vorm van rectaal onderzoek. Zonder om angstig mensen angst aan te praten. Bij mij, ik was aan het trimmen en ik kreeg ineens plasproblemen. Maar dat hoefde nog niet te zeggen dat er een direct verband is met prostaatkanker. Maar ik heb me de volgende dag wel bij een huisarts aangemeld. En die heeft toen direct stappen ondernomen. Hij heeft me antibiotica voorgeschreven. En die sloegen niet aan. En toen bleek dus dat die PSA-waarde enorm aan het stijgen was. En vanaf dat moment is mijn wereld op zijn kop gegaan. En heb ik hem weer op mijn eigen weg terechtgebracht. Absoluut, absoluut. Warning zegt dat hij er vroeg bij was, waardoor hij succesvol is behandeld. Hij heeft veel ondersteuning gehad van familie en vrienden. Daarom is de behandeling van prostaatkanker niet alleen van de patiënt, maar ook van de mensen in zijn directe omgeving. Dit geeft Warning aan. Een van de mensen heeft mij toen in contact gebracht met een zevental deskundigen. Urologen, radiologen, professoren. En één van ze, want dat heb ik wel onthouden, die zei mij op dat moment van, luister, er zijn verschillende behandelmethoden, chemo, operatie, bestraling. Maar op dat moment waren er 2 deskundige specialisten in de wereld. Eentje was Gaston in Bordeaux, Frankrijk, die een nieuwe methode hadden ontwikkeld van opereren. En ik had het geluk, ik ben op het net geweest, ik vond die naam, ik zag een telefoonnummer. Ik belde en ik kreeg die man direct aan de lijn. En toen heeft hij me uitgenodigd om naar Frankrijk te komen. En vanaf dat moment is een traject ingezet waarbij ik in februari, straks 12 jaar, in Bordeaux, Frankrijk ben geopereerd. Chas Warning, voorzitter van de Prostaatkanker Stichting Suriname. De stichting organiseert morgen een voorlichtingsavond over de nieuwe ontwikkelingen binnen de prostaatkankerzorg.